tasjes al. Het is wel een beetje spannend. Huis. Moet dat wel op school? Dat was een grapje. Boerderij misschien wel even. Zo, en dan gaan we op de... Het is lang geleden. Oh, wij gaan in. Nou jongens, daar gaan jullie. Ja. Zie je? Doei. Ik heb gezellig in de klas, hè. Ook wel weer even fijn, hè? Heel erg raar. En... Dat is dat een hartbeat. Ik zie dat goed. Is hij nog op school? Tuurlijk, wat stom. Ja. Kom maar, fijn. Hallo. Welkom weer in deze nieuwe... Vlog. Wij zijn de Bellinga's familievloggers en... Ja jongens, het is vandaag zover. De kids gaan terug naar school na de hele coronacrisis vrij te zijn geweest. Totaal hebben we nu 9 weken de kinderen thuis gehad. Waarvan natuurlijk 2 weken, de afgelopen 2 weken was natuurlijk de meivakantie. En ja, dat was natuurlijk een hele bijzondere tijd om thuisschool te geven. En ja, een beetje het ritme enigszins aan te houden. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat mama aan de ene kant... wel weer een beetje de vlag buiten hangt. Dat de kinderen weer een normaal schoolritme gaan krijgen. En aan de andere kant is het natuurlijk gewoon wel een beetje spannend. Omdat het op school niet meer zo zou zijn zoals het was de laatste keer. Omdat we natuurlijk al de coronamaatregelen hebben. De kinderen gaan om en om in halve groepen naar school. Dus de klas is in 2 verdeeld. En dan vandaag gaat dan een groep waar Luan in zit. En dan morgen een groep. En dan weer Luan de groep. En dan weer die andere groep. Dus ze hebben niet volledig 5 dagen school. Maar om en om hebben ze school. En je kunt niet meer met de kinderen mee de school inlopen om ze af te zetten bij de eigen klas. Dus dat is voor Luan sowieso niet zo heel erg een probleem. Want ja, die zit in groep 3. Dus die deed al regelmatig veel zelf. Alleen Lucilla deden we wel altijd zwaai voor het raampje. Maar dat gaat dus niet meer. Maar gelukkig... is Lucilla al gewoon een beetje gewend? Ja, moepop. Luxie is moepop, hè. Moet pop even slapen. Ja. Kijk, want daar zitten ze. De schoolgangers. We hebben de schooltasjes al gepakt. En goedemorgen, kinderen. Goedemorgen. Hebben jullie er zin in? Mm-hmm. Jawel, hè. Want we gaan je vriendjes en vriendinnetjes voorzien. Ja, mijn man. En de lieve juffrouws. Ja, schatje. Wordt het dan wel weer voor de... Voor dag, lange dag. Ja, dat weet ik niet. Volgens mij is het niet... Moet ik zo even vragen? Het is een goede vraag. Luan vraagt of ook de korte dag van woensdag en vrijdagmiddag hadden ze vaak een korte dag. Maar nu hebben jullie maar 3 dagen school. Dus ga ik zo eens even vragen. Dat is een goeie. Ga ik zo eens even vragen. Want dat weet ik nog niet. Ik kon het nog niet helemaal opmaken uit de mail. Ja, dan moet je juf bellen. Want je kan ook niet bij juf zijn. Nee, oh ja. Dan moet ik juf bellen. Goedemorgen, vader. Het is nou 9:30 nog even de juf gebeld. Want we wisten ook dat ik moeite ben. Ja. Ja, je kunt niet... Ja, we zien de juffrouw dus niet meer. Maar we moeten alleen eventjes bellen, inderdaad. Dat is nog wel een beetje raar. Even wennen allemaal. Maar goed. Ja, liefie. Je mag niet meer in onze stroller. Nee. Dan moet je gewoon daar zo bij het buiten. Bij het hekje zetten we je af en dan gaan ze de kinderen daar ophalen. Dan gaan we daar zwaaien. Hè? Dat kan ook, hè? Ja, mijn man. Ja? Die vraag die vind ik nou belangrijk voor mij. Ja? Nou, mm-hmm. Waar ik altijd de bekers in doe. Mm-hmm. Zoals eerst, toen ik nog binnen mag. Ja. Gaat dat gewoon hetzelfde? Oh, dat wij de bekers in de bak moeten zetten. Ja, nee, maar ja, ze hebben wel de bekers in de koeling staan. Dat klopt wel. Normaal gesproken zetten de ouders altijd de bekers voor de kinderen voor in de pauze in een bak neer. En die bak zet de conciërge in de koelkast. Zodat de kinderen in de grote pauze koud drinken hebben. Maar ik denk dat jullie dat zelf moeten doen. Of dat de juffrouw dat uiteindelijk ergens die bak neerzet. Dat jullie allemaal zelf daar die bekers in kunnen zetten. Ja, mijn mam. Ja. Vaak stond het... daar zo bij die lange pot. Ja, dat weet ik. Maar ik denk dat als je nu in de klas in komt, dan moet je dat maar gewoon even aan de juffrouw vragen. Van, ja, juffrouw, waar moet ik de beker neerzetten? Mijn mam. Ja, liefie. Maar ik kan ook niet zelf lezen welke bak van juffrouw net of juffrouw 10 gekregen. Nee, schatje. Maar ik denk dat de juffrouw daar jou ook wel mee helpt. Zou ik zo wel even vragen als ze bij het hekje afgeven, ja? Waar je je beker moet neerzetten. Goed? Ja. Ik vind het wel een beetje spannend, hè, Lucie, zei je gisteravond. Ja. En dat snap ik. En het is helemaal niet erg om het spannend te vinden. Want ik denk dat alle kindjes het een beetje spannend vinden. Maar er is helemaal niks anders of geks aan. De juffrouw zijn gewoon hetzelfde. De kindjes zijn gewoon hetzelfde. Het enige is dat je iets vaker je handjes wast. En een beetje afstand houdt. Maar met mijn vriendjes en vriendinnetjes mogen jullie wel gewoon lekker spelen. Dat is het niet zo erg. Gewoon lekker van gaan genieten. En spelen en plezier hebben en kletsen met de vriendinnetjes, wat Lucilla altijd heel graag doet. En we samen paardjes spelen, nu altijd op schoolplein.
En weer ballerina spelen, doe je altijd op schoolplein? En Leon speelt altijd met de fiets, of niet? Nee. Waar speel je altijd mee? Oh, dat is kinderachtig. Kijk, de zon schijnt buiten, dus dat kan al niet meer stuk. Maar we zijn gewoon genieten, relaxen. Ja? Ja, komt helemaal goed, jongens. Mooi, en dan brengt mama jullie lekker met de bakfiets naar school. Goed? Ja, en dan doet mama zwaaien bij het hekje. Oh, ja? Ik ben heel benieuwd hoe het gaat, jongens. Maar we gaan het zien. Ja, Luxie, kom je ook eten? Nee. Nou, Luxie zit lekker met de pop. Oh, Luxie met de poppen spelen. Ja. Moest pop even wandelen? Moe. Oh, pop was moe. Och, ik zie het, liefie. Oh, wat heb je die lekker ingepakt? Ja, met het flesje erbij. Heel erg mooi, liefie. Nou, Luxie die blijft hier lekker thuis. En om meteen de vraag te beantwoorden die we wellicht misschien gaan krijgen, is of Luxie ook weer naar het kinderdagverblijf gaat. Maar dat gaan we helaas niet doen. Met reden dat eigenlijk Luxie gaat één keer in de week ging ze naar het kinderdagverblijf. En dat was met de reden dat Daniel en ik echt tijd voor elkaar kunnen hebben en dat we naar de sauna konden gaan. En dan waren we ook echt weg, zeg maar. Dat was een stukje relatietijd die Daniel en ik heel fijn vonden. En ja, ging ze één dag in de week naar het kinderdagverblijf. Maar omdat Daniel en ik natuurlijk... Ze zijn bellen. Omdat Daniel en ik natuurlijk gewoon lekker vanuit huis zijn. En we gewoon altijd rondom de kinderen zijn. Hoeft Luxie niet, in principe niet naar een kinderdagverblijf. Dus ook door het risico gebeuren nu allemaal. En het is in principe niet nodig. Hebben we besloten Luxie ook niet naar het kinderdagverblijf te doen. Totdat zeg maar de sauna's ook weer open gaan. En wij weer echt een dagje weg kunnen. Of een half dagje weg kunnen. Dan gaan we Luxie ook weer naar het kinderdagverblijf brengen. Maar zolang wij thuis zijn. Vinden wij het niet nodig om Luxie ook nog naar het kinderdagverblijf te brengen. Want ja, dan zijn wij toch thuis. Nu zullen we nog even lekker spelen. En dan gaan we zo meteen op naar... Nee, school. Huis. Jullie zijn huis. Huis. Huis naar school, Luxie. Gaan de kindjes naar school? Ja. Dat is een goeie dat je dat zegt. Er komt zo een man, die komt even bij ons, een monteur. Een man. Een monteur, die komt even kijken hoe die dat ding kan verplaatsen voor onze tuinkamer. Zoals ik in de afgelopen vlogs heb verteld. Want die moet verplaatst worden. Anders staat hij binnen. Dat is niet handig. Dit is een frisse luchtwaaier. Dus ja, hopelijk kan hij ergens buiten op het dak of zo, zeg maar, dat we er geen last van hebben. Dus dat... Ja. Zo. Nou, Luxie. Maak je even een foto van papa? En ga je nou weer bellen? Opa en oma? Ja, het is een fijne week, opa en oma. Oh ja, Lucilla. Ze hebben gefeliciteerd, opa en oma, met jullie 47 jaar getrouwd vandaag. Ja. Ze zijn 47 jaar getrouwd. Dat is lang, hè? Ja. Nou, maak Luxie ook een foto van Lucilla. Oh, eerst even bellen met opa en oma. Zeg maar, Teert, hoor je dat? Gefeliciteerd. Wat zijn de lieve zusjes weer aan het doen? Stoeien! Hey, Lucilla, Luxie gaat jou volgens mij wel missen, het Lua. Luxie, ga je me missen? Ja. Ga je me missen? Zo te zien wel. En het is een heel stukje frisser. Ik doe wel de warmere jas aan. Wat doe je slim, Pip? Het is van 23 graden en 1 keer weer 13 graden. Ja, dat is wel even afkikken. Kom, gaan we even lekker wandelen. Christel. Winter. Stevig windje toch? Stevig windje. Ja, 10 graden kouder. Ja, dat voel je wel aan de pootjes, Pip. Frisse wind. Door het vachtje. Maar ja. Het zal wel nodig zijn voor de natuur. Dat zal even verder. Hallo, Pipje. Hallo. Oh ja, daar is broertje Woezel. Ja, braaf, Pip. Woezel? Poezel, zit. Poezel. Deur. Gewoon zijn mondjes, hè? Gewoon zijn mondjes. Zo braaf. Nou, kinderen, zijn jullie klaar voor school? Ja. Ze hebben de mondkapjes op. Want ja, het is... Corona-time. Moet dat wel op school? Ja. Ja, die hadden we gemaakt voor de fun, hè? Nee, maar zal ik jullie eens wat vertellen? Op school hoef je helemaal geen mondkapjes op. Nee. Dat was een grapje. Dat was gewoon voor de fun. Nou, lekker spelen op school, veel plezier maken. En als je moet niezen in je... En je handen wassen. En? Anderhalf meter. Anderhalf meter van je eigen juf. Van de juffrouw, hè. Met de vriendjes en vriendjes mogen we wel spelen. Nou, stap maar lekker aan de bakfiets. Ik breng jullie even lekker met de bakfiets weg. Kom maar, want ik weet ook niet of ik, als ze met hun eigen fietsjes gaan, dan weet ik niet op schoolplein hoe dat gaat. Dus ik ga ze nog even lekker aan de bakfiets doen.
En het is een beetje koud. Ja, het is opeens heel erg omgeslagen, hè? Het, Leon heeft of Daniel heeft net gewandeld, maar... Hij is helemaal weer op de land. Luxie neem ik ook even mee, goed? Dan ga ik daarna even door met Luxie naar de kinderboerderij misschien wel even. Ja, zo. Luxie er ook bij. Ga maar zitten, schatjes. Ga maar zitten. Hé, hey, maar ik wil wel dat jullie even in de gordel gaan. Yes! Ja. Huh? Maar nee. Nee. Wat moet ik doen? Telefoon! Telefoon? Oh. Je telefoon. Je moet je telefoon natuurlijk niet vergeten. Zo, en even de riem vastmaken. Kijk eens, hier zit een gordel. Zo, en dan gaan we op naar school, jongens, in de bakfiets. Ja. Woezel en Pim gaan jullie ook missen. Is lang geleden, hè? Doei doei! Toch niet erop uit? Veel te koud. Ja. Zo hard. Ik heb echt koude handen, koude oren. Super harde wind. 11 graden. De kinderboerderij doen we een andere keer. 10 graden kouder dan gisteren. Gek hè? Gisteren stonden we nog in onze bikini in het zwembad. Ja, kun je niet nadenken. Nee. Ik kan alleen in Nederland. Nou, ja. Welkom thuis, meisjes. Welkom thuis. Huh? Gezellig. Ja, het ging goed hoor. Ja. Ik heb nog bij het raam gezwaaid bij de buitenkant van de klas van Lucilla. Ja. Bij Luan kon ik het niet zien, maar bij de buitenkant wel. En zo meteen ging ze met een vriendje en vriendinnetjes kletsen. Oh. Volgens mij komt het wel goed vandaag. Gelukkig maar. Weer het Rijk alleen met Luxie. Ja, Luxie. En Luxie, dan hebben we het Rijk weer gezellig met jou alleen. Dat vinden we ook wel weer even fijn, hè? Quality time met Luxie. Quality time met Luxie. Ja. Luxie, even een ontbijtje maken. Oh, is dat de worst? Mam. Ja? 1, 2. Spierballen, mama helpen. 1, 2. Worst gesneden. Een beetje zout erop. Lekker tomaatje. Een komkommertje erbij. Kijk, dan pakken we een broodje. Kan je een broodje even snijden? Een broodje snijden. Zo, 1, 2. Oh. De worst gevallen. Kijk, heb je een broodje. En dan kun je op een broodje kan je met je kaas doen. Kan je zo hier
eitje op doen. Dat is een lekker broodje. Is die van mama? Oh, dank. Dank. Dank, Luxie. Nou, lekker ontbijtje hoor. Dat is een lekker ontbijtje. 1, 2. Wat is dit, Luxie? Wat is dit? Sjors. Een? Hoe noem je dat? Wat is een? Mes. Dat is een mes. Kan je zeggen mes? Mes. Goed zo. En wat is dit, Luxie? Ei. Dat is een ei. En wat is dit? Kaas. Dat is een kaas. Kaas. Kaas, goed zo. Een kaas. Dat is kaas. Ja. En dit is de worst. Kan je zeggen worst? Ja. Worst. En dit is brood. Brood. Kan je zeggen brood? Brood? Daar? Ja. Ei in de worst? Dat is een ei. Zo. Hop. Wat moet ik doen? Lekker bommetje. Zo jongens, we zijn even een tijdje verder. Ik moet zeggen, dit is toch wel echt heel erg raar. En ik weet niet of ouders of moeders of vaders of onder ons het herkennen, maar ja, Daniel die is weg. Ik ben een beetje met Luxie rondom aan het spelen. En ik kijk iedere keer op de klok. En dan kijk ik op de klok, oh, nog zo laat en dan komen de kinderen weer thuis. Oh, nog zo laat en dan komen de kinderen weer thuis. Terwijl, we moeten nog middag eten, ik ga nu even een boterhammetje smeren. Het is opeens zo ontzettend... Ja, dat is de klok, hè? Het is niet eens 12:00. Het is opeens zo stil in huis. Dus ben ik helemaal niet meer gewend. We hebben natuurlijk 9 weken om ons heen. Altijd de kinderen al om ons heen gehad. En nu opeens is het heel stil, Luxie. Wij kijken ons aan. En ik zit echt te denken, ja, wat zal ik eens gaan doen? Ondertussen even een broodje smeren. Voor Luxie, voor mij. Daniel heeft een afspraak. Maar ik moet zeggen, ja, voor corona was het natuurlijk heel normaal dat de kinderen gewoon naar school gingen. Maar ik moet zeggen dat ik nu wel echt even heel erg moet... Ik zie hem niet meer. Moet omschakelen. Het is opeens echt heel rustig in huis. En ik heb niks te doen. Ja, ik heb wel van alles. Ja, nee, ik heb eigenlijk niks te doen. Normaal gesproken ben ik lekker met de kinderen bezig. Maken we klusverwerkjes. Gaan we buiten spelen. Gaan we de honden uitlaten. Dat kan ik zo ook doen eigenlijk nog even met Pip. Dus ja, ik heb een beetje zoiets van, goh, wat rustig in huis. En natuurlijk, dat is bij ieder gezin. Denk ik. Vloggen Luana, Lucilla en Luxie elkaar ook echt wel in de haren op het einde. Omdat je op een gegeven moment gewoon ja, iedere dag bij elkaar zit. En vooral op de dagen dat het minder mooi weer is en ze niet buiten hun energie kwijt kunnen, merkte ik wel dat ik het heel lastig vond om toch een enigszins tevreden in huis te bewaren. Laten we eerlijk zijn, hadden wij ook. En dat de kinderen af en toe wel gewoon verveeld naar elkaar doen. En dat de ene aan het spelen is en de ander die wil meedoen en dan wil die ene niet. Of Luxie die maakt weer iets kapot wat Lucilla aan het maken was. Of... ja, weet je, dat ze ruzie maken over de kleinste dingen. En dat ik denk, oh, wanneer begint school weer even? Kunnen jullie weer even, weet je wel, even weg? Maar ja, ik moet zeggen dat ik nu ze dus op school zijn, mis ik ze toch wel heel erg. En kijk ik iedere keer op de klok hoe laat het is van, oké, kan ik ze al ophalen? Oh nee, nog niet. Dus het was wel een beetje raar. Het heeft een twee strijd of zo. En daarbij moet ik ook zeggen dat het... Daarbij moet ik ook zeggen dat ik... Ja, dat Daniel en ik echt wel heel even hebben moeten nadenken over het feit dat van... Ja, gaan we de kinderen überhaupt wel weer naar school doen? Want ja, je bent nog niet... Tuurlijk wordt het wel gewoon geadviseerd weer naar school te gaan, zeg maar. Maar volgens mij ben je als ouder zijnde niet zozeer nog wettelijk verplicht om ze naar school te doen. Omdat we natuurlijk hier in deze crisis zitten. En kan je dat als ouder zijnde een soort van zelf nog even een soort van bepalen? Nou ja, ik weet niet of... Nou, ik weet het niet. Maar in ieder geval, wij hebben wel echt er even over nagedacht. Van, gaan we de kinderen wel naar school doen? En dat heeft twee redenen. De eerste reden is natuurlijk, hè, van in hoeverre is het bekend dat corona ook echt voor kinderen heel erg besmettelijk is. Nou ja, ze zeggen dat dat dus niet zo heel erg is. Alleen, er zijn verschillende meningen ook over. Maar aan de andere kant, in hoeverre is het goed voor onze kinderen om continu met die angst te leven dat ze... ergens besmet kunnen worden. Ze mogen niemand aanraken. Ze mogen de juffrouw niet knuffelen. En ik heb best wel amicale kinderen. En die knuffelen heel erg graag. En ook heel graag met de juffrouw.
Dus ik, ja, weet je, aan de andere kant, ze zijn nog zo jong. En als ze nu al opgroeien met, oeh, je mag niet aan elkaar zitten. Wat doet dat dan in het hoofdje van kinderen? En daar hebben Daniel en ik het ook over gehad. Van ja, wel leuk dat ze zo voorzichtig zijn, ook op school, met de maatregelen. En dat ze afstand houden en dat er overal lijntjes op de grond getrokken zijn, hoop of denk ik. Tenminste, dat zagen we op het nieuws in de klaslokalen waar de juffrouw mag zijn en zo. Maar in hoeverre is dit voor onze kinderen gezond, voor hun ontwikkeling? Ja, dat weten we natuurlijk dus niet, omdat dit nog nooit is voorgekomen. Dus aan die andere kant probeer ik Luana en Lucilla ook echt wel te vertellen van, goh, hè, juffrouw, hartstikke lief, je kan altijd bij de juffrouw terecht. Alleen ze kan ze nu even niet aanraken, maar hè, je kunt altijd bij de juffrouw terecht, mocht er wat zijn, dat ze niet het gevoel krijgen dat ze liefde niet mogen delen door aan te raken. Want wij zijn heel amicaal, onze kinderen zijn ook heel amicaal. Dus dat knuffelen, dat is wel zo belangrijk voor ze. En ook op school, ze hebben zulke lieve juffrouws. Echt van die, de juffrouw van Lucilla heeft trouwens nog lesgegeven aan Daniel toen Daniel in groep 1 en 2 zat. Dus het is een juffrouw die Daniel ook al heel lang kent. Dus dat heb je op een gegeven moment, ja, heb je een band mee met die juffrouws. En ook de kinderen hebben daar een band mee. En als ze dan te horen krijgen dat ze niet in de buurt van de juffrouw mogen komen en niet eens mogen aanraken, ja, wat doet het dan met kinderen? Dus dat is een vraagstuk, jongens, waar wij ook het antwoord niet op hebben. Waar Daniel en ik als ouders zijnde ook echt wel over nadenken van, oké, wat is wijsheid? Wat is goed te doen? En wij weten dat ook niet. Dus wij proberen hier een balans in te vinden. Dat we toch de kinderen gewoon naar school laten gaan. Omdat ze ja gewoon weer in het sociale leven ook moeten gaan komen, zeg maar. Ze waren natuurlijk wel de afgelopen 9 weken heel erg geïsoleerd. Moet ik wel zeggen dat de afgelopen weken dat was de versoepeling was verminderd. Waardoor we ze van ons wel met buurtkindjes mochten spelen. We hebben best wel wat buurtkindjes hier. En daar mochten ze in principe nog wel mee spelen. Mochten in het begin niet. Ook in de speeltuintjes niet met andere kinderen. En dat hebben we later een beetje versoepeld. Waardoor ze wel weer wat contact kregen met hun leeftijdsgenootjes. Dat vonden ze heel erg veel. Oh, heb je vieze handjes? Kom hier. Lux vindt broodje pasta eten, hè? Oh nee, appelstroop. Die ook? Mmm, die lekkere vingertjes. Die lekkere vingertjes. Oké. Okay. Nou, even de boterham opeten. Doe ik zo meteen nog meer. Goed? Schatje. Dus dat ze nu naar school gaan is wel weer gewoon goed. Omdat ze weer een beetje in de maatschappij komen of zo, zeg maar. En dat ze ook weer contact met anderen krijgen. En dat ze ook lesstof weer bij krijgen. En met name voor Luan vind ik dat toch wel heel erg belangrijk. Omdat je gewoon niet wil dat je kind heel veel achterstand ophoudt of oploopt. Ik heb wel heel erg mijn best gedaan om de thuisschool goed te doen. Ah, wil je een doekje, liefie? Mag je een doekje? Dus ik kan het zo goed vertellen zonder woorden. Dus ja, ik heb natuurlijk wel mijn best gedaan om met Luan alles goed bij te houden. Maar ik heb Luan ook al een paar keer gezegd, jongen, ik ben geen juffrouw Els. Ik kan het niet zo goed als juffrouw Els. En ook het geduld had ik niet altijd. Zoals juffrouws wellicht wel hebben. Dus heel veel respect naar juffrouws toe. Ik moet zeggen dat ik echt heel veel begrip en respect voor juffrouws ook heb gekregen. Niet dat ik dat niet had, maar je kijkt nu toch door andere ogen naar juffrouws heen. Want de lesstof die Luan had en de boeken die ik met hem moest doordoen, vond ik soms ook best wel dat ik even na moest denken. En ja, je moet het toch maar uitleggen aan een kind van 7. En dat ging ook niet altijd van je leien dakje. Dus ja, ook dat liepen wij tegenaan. En dan is het ook wel fijn dat ze nu gewoon weer naar school gaan en gewoon ook weer dingen leren. En weer het schrijven, het lezen, het rekenen, wat natuurlijk ook heel erg belangrijk is. Dus ja, weet je, het is een gekke tijd voor ons allemaal. Ik ben blij dat het in ieder geval wel weer de goede kant op gaat. En dat het ook zo blijft. Heel erg belangrijk. En ik ben heel erg benieuwd als de kinderen straks thuiskomen wat voor verhalen en ervaringen hun hebben. Dus dat gaan we zien. Maar voor nu ga ik nog eventjes lekker met Luxie een beetje keuvelen in huis. En dan straks de kinderen ophalen van school. We gaan even lekker een wandelingetje maken. Met hondjes. Hey, Luxie zei, pop is moe. Luxie is ook moe. Ja, Luxie was ook een beetje moe. Nou, dan gaan we lekker doen. Gaan we zo doen? Dat staat een hard windje. Dat kan alleen in Nederland. Kom maar zo. Vooruit, vriend. De prairie in. Waar is Luxie nou? Luxie. Waar is Luxie? Luxie is een echt buitenkind. Ook al is het hartstikke koud, pik op die tafel, is ze altijd er buiten spelen. Nee. Moet dat allemaal mee? Nee. Waar ga je naartoe dan? Ja. Oh, fijn. Ga je weer naar binnen? Oké, kom maar. Gaan we weer naar binnen.
Zo, hoppatee. Ja, koud hè. Ja. Oh, best wel frisjes buiten, liefie. Zo, nou Luxie gaat nu spelen. Luxie maakt even van haar winkeltje een keukentje. Ga je wat lekker koken? Ga je pannenkoeken bakken? Wat ga je doen? Is de soep al klaar? Wat is dat dan? Oh, lekker rozijntje. Dat is een lekker rozijntje. Ik zit er even bij de kapsalon van Luxie. Wat gaan we mama's haren doen? Hangt in mijn haar. Ja. Spiegel. Moet ik die pakken? Oh ja, dat is mooi. Mooi? Ja, dat is mooi. Ja, ik zie het. Ik zie dat goed. Ja. Oh. Ja, moet je iets stapje naar achteren, want de schommel komt terug. Ja. Oh. Ja, daar moet je staan. Kijk, en nou duwen. Oh. En nou duwen. Komt hij terug. Oh. Hey, daar is Lucilla nu alweer. Hoe was het op school? Nee. Ja, plezier gehad. Nou, op naar huisje, hè? Ja. Papa! Wie komen er thuis? Hey! Bonjour. Hallo, waar zijn de kinderen? Daar zijn ze! Hey, Liefie! Och, hoe is het, Liefie? Leuk! Was het leuk? Ja. Waar heb jij jouw broer gelaten? Is hij nog op school? Vond hij het zo leuk? Naar binnen toe. Jammer dat hij er niet is. Ja. Nou ja, volgende keer beter. Is hij daar iets? Nou, gaan we lekker naar binnen. Kom je, Luxie? Hé, daar komt hij aan. Hadden we een probleem? Waarom heb ik mijn huiswerkspullen niet meegenomen? Oh, tuurlijk. Wat stom. Ik ben je boeken vergeten mee te geven. Dat is echt stom. Elke keer kon ik niet mee. Oh, wat stom. Daar hebben we inderdaad helemaal niet aan gedacht. Ik heb vanochtend helemaal niet aan gedacht. Wat was het, kinderen? Nee. Oh, heb jij een verjaardagsfeestje gehad? Ja. Ja, en ik las ook dat je niet mocht trakteren met eten, hè? Nee. Wat was er dan? Nou, Gigi was jarig. En dat is een tasje. En dat is een tasje. En daar zat geen eten in, maar wel dit. Een fluitje. Dus de juffrouw die had helemaal gek van de fluitjes. En een kikkertje. En een kikkertje. Oh ja, die kwam een kikkertje door de klas. Dat is een kikkervel. En een stickervelletje? Ja. Heb je geverfd? Ja, ik heb geverfd. Want ik had een blauwe opdracht. En toen moest ik hier zo'n cirkel maken. Rond. Ja. En toen had ik twee roodjes van hartjes. Hier van hartjes gemaakt. Wauw. En toen doe je dat in verf. En de verf. Maar ik kan er wassen. En dit kreeg ik niet af. Wat mooi. Oh, ik ben wel heel benieuwd naar die verftekening dan. Was het leuk om weer te knutselen? Ja. Was het leuk om de juffrouw weer te zien? Ja. Wat vertelde de juffrouw allemaal? Ze ging een verhaaltje lezen. Oh, schrik. Hoe ging het met de anderhalve meter? Het ging wel goed, maar ik ging wel anderhalve meter van mijn juffrouw houden. Maar voor de kinderen hoef het ook niet. Heb je toch gewoon lekker gespeeld met de kindjes? Ook op school blij? Mm-hmm. Ja, dus het was eigenlijk best wel heel erg leuk op school. Ja. Ja? En Luan, hoe was het bij jou, jongen? Leuk. Ja, ik was jouw boeken vergeten, hè? Ja, een beetje stom, want natuurlijk de schoolboeken thuis liggen. Ja. Ik heb er niet meer over nagedacht. Maar ik ook niet. Hoe was het in de klas? Leuk. En ik was zo blij om mijn familie weer te zien. En
was even in de ochtend en nog die andere juf. Ja. En toen was die andere juf alleen. Oké, okay. Juf Ilse was dat, hè? Las ik. Ja. Die had zwangerschapsverlof en dan was ze weer terug, toch? Ja. Was het lief, juffrouw? Ja, wel lief. Ja? Een beetje wennen weer. Ja, wel een beetje raar, want ik had juf Ilse best wel gemist en dan wil opeens een andere juf. Ja, dat was dan wel jammer. Ja. Maar volgens mij is het er wel weer die andere dagen, of niet? Juf Ilse is volgens mij donderdag en vrijdag. Hoe was het met alle vriendjes in de klas? Ook vriendinnetjes. Leuk. Was dat leuk om het weer te zien? Ja. Het was maar de helft van de klas natuurlijk. Ja, hè? En mam, ik had ook een verjaardagsfeestje. En wat hebben ze getrakteerd dan? En die andere die had een sleutelhanger getrakteerd. Oh. Die heb ik even boven neergelegd. Ja. En weer een andere, dat was een potlood en een gummetje. En nog een sticker. Och, wat leuk. Ja. Want, maar het is wel jammer dat je geen snoep of cupcakes kan uitdelen. Dat vind ik best wel jammer, want ik dacht, lekker, iets lekkers eten. En dan opeens... Ja, niks lekkers erbij, alleen maar leuke dingetjes. Ja. Hey, en als je de school in en uit loopt, moest je dan over bepaalde routes heen lopen? Nee. Dat hoefde niet, er waren geen pijlen en streepjes. En... Strepen wel. Mag ik wel iets zeggen? Ja, op de vloer bij mij zat het geen strepen. Geen strepen op de vloer? Nee. En bij de juffrouw zat er ook geen streep om waar je niet mocht komen? Nee, ook niet. Bij jou ook niet? Bij mij wel. Ook bij jou wel? Dus bij het bureau van de juffrouw zat het strepen? Ja, bij de bureau. Dus dan heb je hier zo'n tafeltje, heb je hier 1 meter zo stuk. Dan zo. Ja. Dan zo en dan zo. En wat vond je daarvan? Ik vond het wel raar. Wel raar, hè? Ja. Maar als je wat aan de juffrouw wilde vragen, ging het dan wel goed? Ja hoor. Ja? Je bent bruin geworden, joh, in je gezicht. Misschien is echt bruin geworden van de zon. Maar fijn, jongens, dat jullie het toch leuk hebben gehad op school. En dan nu hebben ze, ik hoorde dus net van Daniel, dat het eventjes nagevraagd nog, want het was een beetje onduidelijkheid over wat nou het schema was. Maar donderdag gaan ze nu weer naar school. En ik krijg werk mee wat ik met Luan thuis moet. Lucilla heeft in principe geen schoolwerk, want ze zit in groep 1. Maar Luan zit natuurlijk in groep 3, dus met Luan moet ik wel wat bijhouden. De grote groep 1. Maar jij hebt wel huiswerk, jongen. Hey, ze hebben voor jou huiswerk meegegeven. Nou, dan gaan we nou nog eventjes lekker chillen op de bank. Vertel, wat wilde je nog zeggen? En ik moest super vaak handen wassen. Je moest je super vaak je handen wassen? Hoe vaak? 5 keer? 3 keer? Hoe deed je dat dan? 10 keer? Moest je in een rijtje naar de wc toe om naar je handen te wassen? Of hoe ging dat dan? Nee. Mag ik even? Ja, vertel. Nou, Lot en ik zat eerst en toen mocht wij dansen zo bij die wasbad. Daar zit een kraantje met ons. In de klas? Ja, in de klas. Ja. Toen kan ons handen wassen. En die andere gaat bij de keren die andere klas bij mijn wc handen wassen. En die andere weer bij onze wc handen wassen. En die sommige, als die weer klaar zijn, mogen we weer die andere. En dan als ze soms lossen... En ze konden ook wel naar de buiten wc en dan handen wassen. Dat kunnen ze ook dan handen wassen. Iedereen ging over op alle kraantjes gingen ze tegelijk handen wassen. Voordat je fruitje ging eten. En ook ging buiten spelen. Ook voordat je ging buiten spelen of na buiten spelen? Na buiten spelen. Na buiten spelen. Dus na het buiten spelen, na het eten moest je de handen wassen. Nou, dus je hebt hele schone handen. Nog wat vertellen. Wat wil je vertellen? En hoe vaak, weet je hoe vaak ik ging handen wassen? Nou? Iets van... 8 keer je handen gewassen, hè? Wow, dat heb je super blinkende handen. Kijk maar. Ja, dat doet van ver. Dat is van de verf, hè? Nou jongens, fijn dat jullie weer thuis zijn. We hadden jullie wel gemist, hoor. Hey. Nou zijn we weer lekker compleet. Ja, maar morgen zijn we lekker thuis. Ja, morgen zijn jullie weer lekker thuis. En overmorgen en om. Ja, en dan donderdag moet je weer naar school. Maar ik heb voor jou wel huiswerk. Voor de juffrouw Els. Zag ik in de mail. Nou, leuk, fijn. Dan zijn we helemaal up-to-date. Spelletje doen. Nou, wat voor spelletje wil je spelen? Zo, Het konijntje. Het konijnenspel. Oh, dat is een leuk spel. Ja, die gaan we doen. Nou, wij gaan nog eventjes lekker een spelletje spelen. Maar hier kan je ook weer. Ja, ik denk vier. Hier kan je ook weer. Hier is het ook een hele.
van zo'n spelletje spelen krijgen we zin in kiwi. En ook zie kiwi, kiwi. De kids zijn eventjes lekker aan het chillen. En ik ben naar de keuken verhuisd, want ik ben al even lekker aan het koken. We eten vanavond heerlijke worstjes, kippenworstjes. Met lekkere worteltjes aan de kook. En ja, patatjes in de airfryer. Oh nee, het zijn ribbelfrietjes. Vond je dit nou weer een leuke vlog geleverd, hè? Dank je wel. Vergeet niet te abonneren, ik klik op mijn belletje. We zien je morgen weer in een nieuwe vlog. Tot morgen. Tot morgen. Lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boem boem mee.